Onderwijsinnovatie gaat eigenlijk, wat mij betreft, over meer zelfsturing voor de studenten en meer eigenaarschap van de studenten. En dat betekent dus ook een nieuwe rol voor de docent. Een van de dingen die ik daarmee doe, is dat ik onderwijs ontwerp en publiceer zeg maar, in websites, in Hubble, ons eigen ELO-systeem. Waardoor je meer zelfsturing van de studenten kunt borgen. En het tweede is dat ze heel graag gebruik maken van de videobronnen die ik voor ze maak. Die zijn natuurlijk specifiek toegesneden op de context, op de leeronderdelen. En dat geeft de studenten de mogelijkheid om just in time zelf met die video's aan de slag te gaan op een moment dat hen goed uitkomt. Ik vind het heel dankbaar werk als ik merk dat de studenten er echt wat aan hebben. Nou, daar praten we onderling ook wel over, ja, hoe we het onderwijs beter kunnen maken met elkaar. Ja, het is ook extra werk, dat is ook zo. Ik merk wel dat ik op een zeker moment echt tijd ga terugverdienen. Dus ik maak ook veel video's die ik in dezelfde cursus een jaar later opnieuw kan gebruiken. Dus daar is het een heel belangrijke winstfactor. En ik denk ook dat je kunt zeggen, als je binnen een cursus je onderwijs goed organiseert, dan heb je ook in de afwikkeling van de cursus, dus bijvoorbeeld feedbackmomenten, maar ook het beoordelen van toetsproducten, over het algemeen veel minder problemen en veel minder tegenvallers in de resultaten. Waar gaat het heen? Dat is heel lastig. Aan de ene kant zie je dat we met een aantal innovaties mee moeten. Denk bijvoorbeeld aan Learning Analytics. Maar we moeten ons wel blijven afvragen hoe we dat dan gebruiken in de les en wat dat ons oplevert. Als je denkt aan onze voorbeeldrol voor het VO, voor het voortgezet onderwijs, dan is dat ook nog een reden om mee te doen aan, noem eens iets, een krachtige beweging als de iPad-klas. Maar het is wel ons werk om daar ook goed over na te denken, om daar onderzoek na te doen, om daar onderzoekers bij te betrekken, om daar ook heel kritisch bij te blijven. Wat je merkt is dat ons onderwijs steeds meer doorspekt raakt van ICT, dus we noemen dat ICT-rijk onderwijs. En ik merk ook wel aan verhalen uit de stageomgeving in het VO, dat scholen daar eigenlijk heel erg blij mee zijn dat ze studenten van ons krijgen. Want het zijn toch wel de studenten die nieuwe innovaties meenemen naar de school.